Dat moment dat je helemaal vergeten bent om een intro te doen omdat je vergeten bent de camera te pakken in de auto. Woeps, wachtrij. Dit is Comic Con. Jee. Ja. Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een vlogvideo Dutch Comic Con 2017. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik bij Dutch Comic Con ben, maar dit is Dutch Comic Con 2017. Ik ben er weer, trainer Stevie. En ja, dit is onze vlogvideo, zoals je dus kan zien. Dit is een vrij korte rij. Stap niks voor. Een paar grote stappen. Oké, jongens, hier even te serieus. Dit is de wachtrij. Ja. Kijk maar even, camera. Nee, niet camera, dat laat ik die montage zien. Oké, niet camera, sorry camera. Foei. Hoe lang ga je nou met mij om? Je weet toch ondertussen dat we hebben net een hele rit van een hele wachtrij. Waarom zou die dan nou nog moeten draaien? Ja, oké. Waarom zijn wij aan het discussiëren voor de camera? Ik ben heel erg trouwens, we zijn hier 2 dagen, dus vandaag proberen we zoveel mogelijk buiten te filmen. Gezellig eventjes ons een beetje up-to-date te houden. Morgen ga ik de interviews doen. Dat zien jullie allemaal niet, want er wordt allemaal weer in de blender gegooid en door elkaar heen geknipt en geplakt. Ik heb nu al medelijden met mijn editor. Ik niet. Dat ik zelf ben. Nou, gaan we dan maar zo beginnen. Waarom ook niet? Hallo! Gregory die loopt gelijk op een rare manier, ik weet niet wat dat is. Ja. Dus dan loop je nog eens, dat is onze cameraman trouwens. Hij heeft die jeukpoeder op zijn rug. Hij is een boom aan het zoeken. Even krabben. Of hij heeft oortjes in tot hij zo'n muziekje heeft, zo wauw wauw wauw, yippie yo, yippie yay. Ik wil alles. Alles. Hij staat er echt zo bij als een god. Als de god der losers. Dat is Magikarp, wat is jouw mening hierover? Nou, Magikarp die is tenminste elegant als hij aan het splashen is. Kijk maar. Fouta! Juist. Oh, jij doet ook splash? Magikarp, bounce! Maar goed, wij gaan naar binnen toe en we gaan dus eventjes kijken. Hopelijk tot ik iets kan filmen. Ik heb nog op het moment niet mijn microfoon bij. Maar in andere scènes dat is dat geen enkel probleem natuurlijk. Dus ja. Jullie zijn bijna aan de beurt. Is everybody happy? Yeah! Hallo jongens. Ik ben mijn microfoon vandaag, heb ik niet. Morgen heb ik interviewdag, maar dan is René er niet. Dus ja, het moet nu even zo. Ja, je moet wel even de Pokémon vasthouden. Ik ga de Pokémon. Ja. Dus gaan we zo even posten, beetjes en posten. Onze René jongens. Laat een like achter voor René. Niet voor mij, maar voor René. René is gewoon awesome. Ja. Dus dat moet wel. Nou. Hoe is het nieuw? Alles goed? Ja? De spreek heb ik gevangen voor 116. Nou. Oh. Ja, dan wordt er ingeëdit. Nou, momentje. Wat moet ik nou weer te zien, hè? Heb je trouwens. Oh, ja, je mooie zoekbel. Kijk naar Christ. Luna. Wat heb je een nickname gekregen? Ja, we hebben hier ondertussen een EV. Maar moet je kijken jongens, echt serieus. Ja, jullie moeten dan wel eventjes... We gaan nou buiten en gaan we de Pokémon Combi doen. Wat voor brandnetels zullen ze zelf gebruiken eigenlijk? Zin en moeite is geconfirmed van de lopen. Comic-Con is overgenomen, jongens. Team Skull forever! Want als de nieuwe serie komt, dan is het in een keer een andere. Als we het in een keer hebben!
Woo! I caught a Pokémon! I've got all of them! Achterin ook meedoen! Jij neppe Skullgrunt! Gewoon random bewegen als je een brand uit kan leuken. Oké, we gaan heel even een babbeltje maken met de leerder. Jij bent cameraman. Hoe ben je op het idee gekomen inderdaad om Skullgrunt zo een hele groep op te trommelen? Denk jezelf. We're all rejects. And rejects stick together. Dat Nederlands, dat is voor de kijkers handiger. Ja, natuurlijk. We zijn allemaal, nou ja, we zijn geen losers, want wij zijn Team Skull. Dus wij zijn sowieso... Uitschot! Uitschot! Niemand zit er nog. Oké, maar... uitdaging van de eilanden niet gehaald. En daarom zijn onze ouders boos op ons. En daarom zijn we edgy teenagers geworden. Ja, ik ben ook boos op jullie eiland eigenlijk, want ik mag nog niet eens surfen op mijn Vaporeon. Nee. Beetje jammer. Ja. Nou, bij Sharpedo. Wij geloven in je. Of doe wat je wil. Daarom ben je Team Skull. Ben ik Team Skull? Ja, dus als ik op mijn vakantie, maar dan hoef ik toch niet zo'n auto te doe wat je wil. Ja, maar zit wel tussen. Je moet wel wat betalen. Je moet wel wat betalen. Nee. Dan wordt Eevee boos. Het is 10.000 voor een shirt. Eevee. Wat vinden jullie van Team Rocket? Wat? Team Roe? Team Aqua? Wie? Team Magma? Team Galaxy? Team Stones Nerd? Noah? Dus Team Macarena. Team Skull bent, daar kun je niet naar de andere over gaan. Oké, jongens, ik ben een beetje klaar met die magma grunt. Wij zijn de cool kids. Kom op, allemaal maken die magma grunt. Dus, dat waren heel veel Pokémon's, Pokémon trainen, nou ja, drie Pokémon trainers en heel veel van de evil side. Blijkbaar... Dark side. Nou nee, ze zorgen ervoor dat ik mag surfen gewoon in de Alola region met mijn Vaporeon, dus ja. Team Skull is niet zo verkeerd, alleen ik ben bang dat ik ze weer zou gaan vergeten zo snel. Wie waren jullie ook weer? Skull! 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 Hoe zijn jullie eigenlijk op de naam Skull gekomen? Baas! Guzman! Hey, hoe zijn jullie eigenlijk op de naam Team Skull gekomen? Because we have the Team Skull. Because we're sore losers. So sorry, just had to go with the S thing. Nou, daarom dat Team Skull zijn. Dus we zijn, saai of zo. We willen gewoon niet met S'en. Still here! In verband met dan de Grams klaar te maken. Je kent toch wel die S's als je dan die drie streepjes hebt, weet je wel. Dat is ook wat op middelbare school deden. Daar wilde ik gewoon een ende mee maken. En toen dacht ik van, nou, als ik een S heb en ik doe... I hate the trick from the brain. Oké. Ik zal het nog steeds in, jongens. Ja. Als jullie daar een beetje al een uitleg over hebben, laat het weten in de reacties. Ja, jij daar ook. Ja, jij daar. Nee, blikje fris weg. En gewoon eventjes neerzetten wat je denkt, ja? Geen fris achter de computer drinken, want dat kan niet op je keyboard vallen. Stress valt Tom inderdaad. Dat is niet goed voor je toetsenbord. En niet te vergeten natuurlijk ook nog een Magikarp te kopen. Voor slechts 10 cent. Ja. 10 cent. De beste boy Pokémon ooit. Kijk hem dan. Oké, deze is shiny, dus deze is niet voor 10 cent. Die zijn even wat duurder. Maar kijk hem dan. Die wil je toch ook? Nou, de eerste dag die zit erop. Dan wel zonder de microfoon. We hebben heel erg meelopen blaren met de karaoke. We hebben heel veel mensen ontmoet de eerste dag. We hebben enorm veel gelopen. En ik heb een nieuw tasje. Daar zitten ze nou helemaal in verstopt. Eevee is gezakt. Dus daar gaan we hier nog beetjes en alles op doen. Het is in ieder geval veel beter dan de rugzak. En dan moet ik hem in één keer helemaal anders gaan vasthouden. Ik vind het best. Ik heb weer niet goed vast. Ja, want mijn cameraman die is lui. Cameraman komt er aan.
Overigens ga je morgen wat meer doen, cameraman. Maar morgen ben ik hem ook niet om tegen te houden. Ah, dat is niet het gezeller. Ja. In ieder geval de eerste dag was zeker... Ik had hem nodig voor Flemmer, want ik was compleet. De eerste dag was zeker heel erg gezellig. Morgen dan gaan we ook, ja, dan ga ik dus met de interview, of jullie er al een paar gezien hebben. Ik weet niet hoe dat ik deze puzzel in elkaar ga plakken. Morgen in ieder geval weer een dag, dus dan hopen jullie zeer. Nou ja, dat zal toch een nieuwe video is. Volgende knip gewoon. Ja, we zijn bezig met de switch tussen de dagen in. Vergeet niet, het is 12 uur. De klok gaat vannacht nog eens een uurtje vooruit, dus we hebben nog een uurtje minder slaap. Maar we hebben er zoveel energie op dat dit zo grappig is. De, ja. Laat ik het zo zeggen. Why not take a break? Ik had van 1-2-Switch heel weinig verwacht. Ik heb nog steeds een beetje het gevoel, het is overprijsd en had hij misschien bij het, de console gehoord. Maar het is zo geweldig om te doen. We hebben net ook heel erg veel gehad met fake draw en met dobbelsteentjes en weet ik het allemaal nog al meer. Alleen ik heb nog steeds niet echt gevoeld van hoe dat er met die balletjes zou werken en alles. Dus het is zeker heel erg gaaf. En we zouden dit bij Game Rooms kunnen doen, maar aangezien dat de achtergrondgeluid al veel te lawaaierig is, hebben we hiervoor gekozen. Oh, here we go. We gaan eten. Go! Ja, je moet je mond ver open doen. Anders telt hij niet. Daar kwam ik dus ook achter. Maar je hebt meer dan ik. Oké, we gaan dus balgevoel doen. We moeten gaan voelen hoeveel ballen dat er in de Joy-Con zitten. Nou denk ik dat het hetzelfde zou zijn met de dobbelstenen. Ik weet niet hoe dat de trillfunctie gaat voelen, dus... Dat weet ik nu al zeker dat dat... Je moet hem op en neer bewegen. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar we gaan gewoon proberen. Kijk hoe... Left and right. Hoe? Feel the balls rolling around inside. Hé, wacht even. Hè? Wow. How many balls are inside the box? Use your control stick to guess how many balls are inside the box. Dit voelt raar. Set your Joy-Con down once you've made your guess. Oké, okay, dus dit voelt echt realistisch, hè? Ah, zo kun je dat doen. Oké, ik heb door. All set. Oh, yes! Echt dat ik een vierde balletje heb. Ja! Dat is... Fake-draw. Wij mogen alleen maar vuren op het moment dat de fire wordt geroepen. Ja. En dan moeten wij ook echt naar voren toe en dan schieten. Anders werkt het niet. Oké, okay, vuisten kunnen elkaar niet raken? Oké, okay, goed zo. Face each other. Ready. Steady. Fruit. Fromage. Fury! Flower! Dat mag je zo Je mag alleen maar vuren bij fire. Een keertje voor de kijkers, joh. Dit is... Ja, dit is geniaal, echt wel leuk. Dit is gaaf. Ik had dit echt niet verwacht van de Switch. Ik ben er heel eerlijk over, ik had het niet verwacht. Ready. Steady. Fork. Fire. That's for saying the F-word, motherfucker. Hier wordt er dus gelijk fire geroepen. Dus hier is echt een geluidscue en hij kan echt op binnen de derde van een seconde kan hij al reageren. Dat is het record ook. En hij staat er ook bij als een creepy enge man. Maar je moet nog steeds herladen. Lower your guns. Face each other. Ik ben zenuwachtig. Ready. Steady. Fuck!
Heel snel, denk ik. Ah, je bent roestig. Ja. Normaal schoot ik sneller. Opnieuw. Ik heb jouw trucje gevonden, mannetje. Ik train Jolteons. Ready. Laat ik het hier ook houden. Fuck! Oeh, dat was... Nee, ik denk dat jij hem hebt. Yes! Raap hem. Nou, zo moeten we weer eventjes in. Kijken hoe snel... Nee, dat was net zo snel net. Ja. Nee, het is trager zelfs, denk ik zelfs. Eentje trager, ja. Mochten jullie nou eigenlijk je eigen afvragen van, maar waarom doe je dit niet op Comic-Con? Punt 1. Comic-Con, er is heel veel achtergrondgeluid, dus is er bijna niks te horen over wat er gespeeld wordt. Dit is via de televisie, je ziet de live action, hartstikke gezellig en noem maar op. Het is een part van Comic-Con, Nintendo die stond er ook gezellig bij. We gaan Nintendo zeker nog vragen of hebben we al gevraagd, ik weet niet hoe dat puzzels in elkaar zit voor deze video. Dat is de gimmick, maar eventjes hoe dat ze echt een beetje zeg maar zelf... wat reacties zijn en we gaan de Nintendo echt wel even nog over het een en ander vragen. Nogmaals, dit is mogelijk dankzij Gregory. Gregory voor het leveren van de Switch. Want ja, Gregory, dit is Gregory Switch. En Brian vanwege 1-2 Switch. Want ja, Gregory heeft 1-2 Switch nog niet. Dus, oké, okay. Oh god. Now we're in deep water. Nu ben ik er klaar voor. Oké, okay. Resetten de counter. Rest in Eevees. We resetten de counter, it's best of 3 again. 0, 0. Lower your guns. Face each other. Ready. Steady. Fire! Dat was wel heel snel. Wauw. Nou, ik heb hem. Nou, dan gaan we eens kijken naar de score. Nou, hoe? Snel. Ja, dat hoeft niet zo dichtbij, joh. Nou, anders dan focust hij niet lekker. Oh, ik schoot al in de grond. Ja, blijkbaar. Maar ook later, ja. Ready. Steady. Fuck! Ik denk dat jij mij nou hebt. Oh. Hidden draw. Oké, je vloog is een beetje slipperig. Ja. Hier, daar heb je mooie snelheid. Dan heb ik een hero opgehouden. Yep. Face each other. Ready. Steady. Steady. Come. Fire! Count. Yes! ik ben ineens niet meer... Nee, ik weet waar het aan ligt. Ik weet waar het aan ligt. In de eerste keer, moet je kijken hoe snel. Ja. Maar het scheelt ook maar 25, hè? Ja. 20 van de duizendste. Maar ja, wij gaan dus shaken wat de bedoeling is. Wij moeten een fles gaan schudden. Dit is onze fles. De fles moet geschud worden. Maar ja, schud je hem net iets te hard, dan komt de kurk eruit. We gaan kijken wie van ons drieën het gaat overleven. Dus wie gaat er als eerste uit en dan is het natuurlijk de final round. Gregory, aan jou de eer. Ik zou zeggen, speel maar gelijk. Soda, shake! En dan doen we gewoon een draai. Als jij klaar bent met schudden, geef jij de dingen aan, dan geef ik de camera aan jou en zo doen wij een 360. Maak er iets leuks van. Start. Shake it, school grunt. Ah, je deed net... Ja. Ik denk dat ze trots op je zouden zijn. En dan nou, poek! Het zou zomaar kunnen. Of niet. Oh. Oké, camera gaat door. Boom, boom, boom. Mr. Dangerous! Ben je bang?
Ik sta helemaal niet zo groot, Jessica. Ik ben nu al bang. Maar ga door. Ik ga al het rijtje miszitten. Poek. Hey, vuile! Hoeveel durf jij hem te schudden? Dat is een vlek. Oh, zo weinig maar. Ja. Kom op. Dat ken je toch wel langer. Kom op. Nou oké, okay, ik neem hem maar. En... Oh, je had hem zo gedreven. Oh, oh, grote loser. Wie moet er als eerste schudden? Ik vond dat jij veel te weinig schudde. Okay. En ja, dat Gregory zo weinig schudde, daar snap ik nu enigszins wel wat van. Die heeft het gewoon heel skillvol gedaan. Gently shake the right Joy-Con. Gently shake it. Shake it, not stirred. Daar. Keep it proper, your man. Okay, first off, we're going to take one bottle with Pop-Tarts. Pop-Tarts? Is it Pop-Tarts? No, they are not Pop-Tarts. It's not Pop-Tarts! Nou, en je mag jij het ook nemen. Oh, hij joint Team Skull. Oeh, zo weinig maar. Ik denk dat hij op het rijtje staat. Maar Gregory heeft lef. Jellica toen bedoel ik. Hoeveel durf je nog te schudden? Voorzichtig, anders knapt hij. Ja? Ik weet niet of het al horen is, we proberen het gewoon. Ja. Staat er een stoel? Ja, ik had het door. Zien we hoe op spanning ze staan? Party! Oké, jongens, we zien jullie weer terug eventjes bij Dutch Comic Con voor dag 2. Oké, jongens, de volgende scènes zijn niet te horen op telefoon in verband met microfoon. Wegens achtergrondgeluid. We zijn jullie daarvan allemaal op de hoogte. Thank you.
5 minutes later. Another 5 minutes later. Then, finally!
De cameraman is gehemeld. Hier rust. Die en die. Rip. Volgens mij was het een Guardian. In ieder geval, beste kijkers. Tot zover Dutch Comic Con. Mijn stem is naar zijn grootje. En we gaan dadelijk nog heel eventjes naar binnen toe. Maar er is nog maar weinig wat we eigenlijk nog verder binnen kunnen doen. We hebben geïnterviewd. We hebben One Two Switch hebben we veel gespeeld. We hebben heel veel plezier. Dit is timing. De muziek werkt weer lekker mee. Daar ben ik heel blij om eigenlijk. Maar we hebben dus echt een enorm leuk evenement gehad. Dus Dutch Comic Con was het zeker waard. Ik wil Dutch Comic Con bedanken dat ik dus daar een mooie video mocht maken. Ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden. Laat natuurlijk een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En heb je een leukste momentje, iets wat je mooi vond bij Dutch Comic Con? Laat het zeker weten in de reacties. En wil je dus kans maken op die 2 tickets zaterdag op Tomacon? Vergeet dan niet hashtag Tomacon in je reactie erbij te schrijven. En dan maak jij wel kans op die 2 tickets voor Tomacon. Dus ik dank jullie voor het kijken en ja, een enorme fijne dag gewenst natuurlijk. Erik, leuk dat je erbij was als Magic Cup in Rennel Flink. Ik vond het weer heel geweldig. Ja. Ik wil ook eventjes een speciale dank natuurlijk naar de cameraman die niet zo dood is. Hallo. It's alive! In ieder geval als jullie je dus afvragen waarom was er maandag toch geen Twilight Princess, dit is de reden. Ik kan het ook niet op gaan nemen, jongens. De Ganondorf-stem moet ook goed ingesproken worden. Dus ik wil ook eventjes een speciale dank doen naar Game Rooms. Voor het supporten van weer leuke dingen die ik weer in de toekomst weg kan geven. Ik wil ook eventjes een special thanks naar René Cards weer doen. We hebben Full Art, Espeon, Umbreon. Er was ook een hele leuke andere winkel. Daar heb ik wat merchandise. Daar komen daar nog wat foto's voorbij. Team Skull Grunt, echt heel die organisatie die dat helemaal had met heel, niet toevallig, ja, het was een organisator, maar niet de organisator van Team Skull Grunt. Maar hij was daar wel als organisator van, heel verwarrend, maar zo'n leuke grote groep van Pokémon trainers, dat was ook enorm leuk. Daar wil ik dus ook eventjes een speciale dankje naartoe doen. En nogmaals, ik hoop dat jullie dit een hele leuke video hebben gehad. Jongens, bedankt voor deze gezelligheid. Ja. En hey jongens, tot de volgende evenement. En natuurlijk weer heel erg snel weer een nieuwe video. Doei! Doei! Ik ben moe. Ik ook. Ik ook. Jij niet, jij hebt al genoeg geslapen.